De Wieringermeer, eens onze trots, verkregen door moeizaam 20.000 hectare grond aan de zee te ontworstelen. Nederlands 12e provincie. Door vernielzucht van de Duitsers werd alles weer aan het water prijsgegeven en een miljoenenwerk voor jaren ongedaan gemaakt. Onmiddellijk na de bevrijding werd men het leegpompen begonnen en nu de Wieringermeer weer droog is, zien we eerst goed welke schade het water heeft aangericht. Dorpen zijn totaal vernield. Moderne boerderijen zijn bouwvallig geworden. Prachtige wegen, nu onbegaanbaar. Woningen weer uit het water herrezen, worden op nog overgebleven huisraad onderzocht. Maar trots dat alles, er wordt weer geploegd, er is weer gezaaid. Ook voor de Wieringermeer breken betere tijden aan.